We zijn hier op de afvalwaterzuivering van Bunnik. En hier komt het afvalwater van 30.000 personen komt hier binnen. Gewapend met een soeplepel en een trechter gaat Sander van Eyck de hele dag langs plekken zoals deze. Daar waar het rioolwater van duizenden mensen samenkomt. Overal neemt hij een beetje mee. Dit is waar het om gaat. Dit is eigenlijk puur poep en plas. Ja. Dan gaan we het eerst gaan we het goed mengen. Wel voorzichtig. Het is afvalwater. En als ik dat in mijn mond krijg, dan word ik zelf ook ziek. Dit rioolwater zit namelijk vol met bacteriën en virussen. En die moet je niet binnenkrijgen. Het is best vies werk. Zo. Ja, maar dat allemaal voor onderzoek. Ja, deze beker zit vol informatie voor de onderzoekers van het gezondheidsinstituut, het RIVM. Ze kunnen zien of er coronavirusdeeltjes in zitten. En dat is handig om te weten. Stel, jij krijgt een klachten, dan ga je naar de teststraat, dan word je getest. Dan een paar dagen later weer de uitslag. En dan weten we dus dat je valt positief bent voor corona. Maar van tevoren ga je al wel naar de wc. En als je dan al besmet bent, dan kunnen we dat dus dan al zien. Zo hopen ze corona eerder op te sporen. Ook bij mensen die helemaal geen klachten krijgen. Ze weten alleen niet precies wie besmet is. Maar dat geeft niet. Om het op die manier dus kunnen zien op welke plekken in Nederland er corona voorkomt. En dan kunnen we een soort van waarschuwing geven aan de gemeente bijvoorbeeld, dat ze verdere acties kunnen ondernemen. En op het moment dat de gemeente dus aangeeft van, hey, we hebben gehoord dat er in de riool veel corona voorkomt, is het misschien wel meer een reden om dus wel te gaan testen en op die manier er sneller bij te zijn. Dit werkt zo goed, zeggen ze, dat ze veel meer rioolwater gaan onderzoeken. Want hoe meer informatie, hoe beter. En hier blijft het, dankzij deze bakken, gelukkig schoon en fris. En daardoor ruik je eigenlijk nooit vieze geurtjes of nare luchtjes. En ja, het ziet er soms een beetje vies uit. Maar ja, dat went ook wel een beetje. Dan denk je, ja, we doen belangrijk onderzoek, dus dat zal wel goed zijn.